Beste zelfzatenaar, sluikstorten en zwerfvuil zijn twee terechte bronnen van frustraties in onze gemeente. Iedereen is erbij gebaat om in een nette en een verzorgde omgeving te wonen. Daarom pakken we het zwerfvuil en het sluikstortprobleem aan in samenwerking met onze afvalintercommunale IDM, met de technische dienst en ook met onze propere pioniers. We nemen tal van maatregelen, van preventie tot bestraffing. Een belangrijke preventieve maatregel is ons vuilnisbakkenplan. Dat wordt permanent opgevolgd en regelmatig ook bijgesteld om desnoods ook vuilbakjes te verplaatsen of er desnoods ook bij te plaatsen. Een andere belangrijke maatregel is natuurlijk het gebruik van de zakasbakjes. Die zijn nog steeds te verkrijgen bij de gemeente en ook bij alle deelnemende horecazaken. De horecazaken zijn ingetekend op het peukencampagne van IDM. En dan is er geen excuus meer om de peuken gewoon op de grond te gooien. We zetten in op sensibilisering, op educatie en ook op communicatie. Zo ontvangen alle zelfzatenaren het magazine van IDM glashelder en ontvangen alle nieuwe inwoners van de gemeente ook de brochures van IDM ook te verkrijgen in verschillende talen. Daarnaast zijn er ook heel wat sensibiliseringsborden op publieke plaatsen en ook aan afvalpunten. En daarnaast is het ook zo dat al onze zelfzatse scholen jaarlijks ook intekenen op de tentoonstelling van IDM die jaarlijks neerstrijkt in het klooster. Jammer genoeg kunnen we sluikstorten en zwerfvuil op ons grondgebied niet volledig gaan uitsluiten. Daarom moet dat natuurlijk opgeruimd worden en dat doen we ook in samenwerking met IDM, de technische dienst en een steeds groter wordende groep van proper pioniers die elk op hun beurt vrijwillig een stukje buurt of een stukje wijk ook net houden. Wil je zelf ook proper pionier worden, net zoals ik? Surf dan naar de website van IDM. Ondertussen zijn we al met meer dan 60 proper pioniers en met hoe meer we zijn, hoe meer we inzetten op sociale controle en ontrading. Wanneer je sluikstorten aantreft, dan kan je die altijd doorgeven via het meldpunt van IDM op de website of je kan ook het gratis groene nummer contacteren. Ten slotte zetten we natuurlijk ook in op ontrading en bestraffing. We hebben een camerasysteem dat we ook gericht inzetten op sluikstortgevoelige plaatsen. En die locaties worden ook bepaald op basis van meldingen van burgers en propere pioniers. Sluikstorters worden dus gezien, ze kunnen betrapt worden en ook beboet worden. En sommige boetes lopen zelfs op tot €350. Ziezo, zoals u kunt zien zijn er heel veel mensen die heel veel inspanningen leveren om onze gemeente ook zwerfvuilvrij en sluikstortvrij te houden. Daarom nodigen we ook terug iedereen uit op de jaarlijkse afspraak, de gemeentelijke zwerfvuilactie, nu zaterdag. En zo maken we samen werk van een zwerfvuilvrije gemeente. Jij neemt toch ook deel?